Want ja, dat is mijn oude band. Ik bedoel, daar hebben we zoveel dingen mee gedaan. Ik wil heel graag met het, we noemen dat het classic quintet. Het klassieke tussen aanhangstekens quintet. Dat wil zeggen de groep waar ik in 1989 mee ben begonnen. Eigenlijk quintet 1.0 was in 82 begonnen. 2.0 is, dan noem ik mijn classic quintet, in 89. Jeroen van Vliet, Erik van der Westen, Pieter Bast. Daar zat toen Hans Parle in, is later opgevolgd door Loek Boudestein. Waar ik inmiddels ook al meer dan 22 jaar speel, ook in die band. Daar wil ik heel graag de nadruk op leggen. Daar zijn ook de meeste concerten voor geboekt. Want ja, dat is mijn oude band. Ik bedoel, daar hebben wij zoveel dingen mee gedaan. Met Three Horns and the Bass. De groep die in 2010 is ontstaan. Omdat ik ook op een andere manier zeg maar stukken wilde maken zonder piano en drums. Niet omdat ik drums en piano niet leuk zou vinden. Integendeel, ik ben er ontzettend vaak mee vereerd. Met de aanwezigheid van de goede mensen op drums en piano, maar ook het schept andere mogelijkheden als je voor drie blazers en een bas, de naam zegt het al, Three Horns and a Bass, kunt schrijven en arrangeren. Dat vind ik leuk om te doen. Het is weer een hele andere belichting van mij, van arrangeren en componeren. Three Horns and a Bass, daar wil ik de tweede focus op leggen. Thank you.
ook met Stef Cobus natuurlijk, mijn pianomaatje ook. En wij spelen al sinds 1995 samen. Wij kenden ons. We zijn elkaar tegengekomen tijdens een contrabent van Willem van Manen. En toen een duo. En sinds 1995 spelen we ook. Dat is 3. Het Zuid-Nederlands Burgers Orkest, opvolging van het Brabants Leerorkest. Brabants Leerorkest destijds ontstaan in 1989 tot en met, 1979 tot en met 1984. Dat leerorkest met hele jonge mensen destijds, waar Pieter Bast, mijn heilige drummer, toen inspeelde, toen ik Burgers opschaf in Brabant. Erik Vloeimans, een jonge Erik Vloeimans zat erin, Jeroen Dominik. Nou ja, Zuid-Nederlands Burgers Orkest is in 2018 weer ontstaan in navolging van het Brabants Leerorkest. Tussen 84 en 2018 zijn er heel veel workshops, heb ik altijd blijven doen, ook met jonge mensen. En nou het Zuid-Nederlands Burgers Orkest in 18 opnieuw met Jeroen Dominik opgestart. Ook met jonge mensen tussen 15 en 25 die nu er carrière maken, zeg maar. En daar wil ik ook de focus op leggen. Dus eigenlijk met die 4 groepen. Daar wil ik dit jaar mee eindigen, min of meer. Natuurlijk gaan wij, ik denk dat ik met het jongere orkest in 25, 26 nog wat blijf doen. Want het heeft me altijd getriggerd om met jongeren ook bezig te zijn. Dus dat vind ik nog wel leuk om dat nog te blijven doen. En concerten af en toe ook nog na 24, maar dan alleen die paar krenten uit de pap. MUZIEK